Vandaag maak ik een rijk gevulde salade met witlof. Ik ben echt dol op witlof. Ik ga lekker walnootjes roosteren, sinaasappeldressing maken, ook nog een yoghurt topping maken en kippendijfiletblokjes. Wordt echt heel lekker. Ik ga maken witlofsalade met kip en sinaasappel. Wat heb ik daarvoor nodig? Krieltjes, walnoten, Griekse yoghurt, lekkere verse bieslook, kippendijfiletblokjes, sinaasappels, witlof en mini sla romaine. Mooi woord vind ik dat altijd. En hele lekkere salade. Ik heb alvast een pannetje opgezet met water. Dat kookt al voor de krieltjes. Daar begin ik mee, want die hebben de langste kooktijd nodig. En die doe ik ook eventjes in partjes. Hapklare partjes voor de salade. Aardappel is altijd een heel fijn ingrediënt om een salade een beetje te vullen. Om er echt een maaltijdsalade van te maken. Check ze even of ze schoon zijn. Soms zit er nog een beetje aarde op. Kun je ze een beetje boenen, poetsen. Maar deze zien er heel goed uit. En ook als ik ze in partjes doe, hebben ze minder kooktijd nodig. Zijn ze sneller klaar. Heerlijke salade. Ik hou van witlof. Dit is ook echt een top salade, vind ik, als je net iets te veel hebt gemaakt. Of je maakt gewoon expres iets te veel. Voor volgende dag mee te nemen met lunch. Zo, de krieltjes gaan in het water. Het water kookt. Daar gaan ze. Yes, deksel erop. Vuurzacht, hoeft niet meer per se te koken. Ondertussen ga ik de walnoten roosteren. En ik ga de yoghurtdressing maken. Ik heb hier een hele assortie aan bakjes. Ik ga het allemaal gebruiken, want we gaan een topping maken van yoghurt. En we gaan een sinaasappeldressing maken. Ik ga de partjes van de sinaasappel gebruiken. Wordt heerlijk allemaal. Maar eerst de walnoten. En dan heb ik een koekenpan. Die zet ik aan. Laat ik even warm worden. Droge koekenpan. Heb je geen olie bij nodig. De walnoten. Kun je er ook gewoon rauw overheen over salade. Maar dat even klein beetje aanbakken, grillen in de pan. Dat heeft zoveel effect. Voller van smaak. Wat knapperiger. Dit is wel een klusje dat je er echt even bij moet blijven. Eén belletje. Een klein powernapje. Of even afgeleid worden door je huisgenoot, vrouw, man, zus, broer. En dan verbranden ze. Dat is zonde. Dus ik kan ondertussen wel iets anders doen. Maar een schuin oog naar de pan blijven kijken. Ga ik verder met de yoghurtdressing. Lekkere, dikke, vette yoghurt. Ontbijt ik ook heel vaak mee. Griekse yoghurt hou ik heel erg veel van. Eigenlijk heel simpel. Yoghurt, verse bieslook. Klein beetje water om het misschien een beetje te verdunnen. Zout en peper. Ik hou het nu heel simpel, maar je kunt er natuurlijk van alles zelf aan toevoegen. Andere verse kruiden. Knoflookje. Misschien als je ervan houdt een rauw uitje. Je kunt altijd een beetje freestylen in de keuken. Hè? Daar hou ik van. Gewoon zelf ontdekken wat je er lekker bij vindt. Ik hak de bieslook. Ik hou een klein beetje over voor de garnering. Het ziet er altijd zo schattig uit. Gesneden bieslook, vind ik. Hop, dat gaat erbij. Goed mengen. Zout en peper. Eens even kijken naar mijn walnoten. Was al even vergeten, geef ik eerlijk toe. Toen zag ik het pannetje. Even schudden, gaat gelukkig goed. Ik heb hier al een klein beetje water staan. Om het te verdunnen. Heel klein beetje maar. Dan kan ik er straks iets makkelijker toefjes van maken. Op de salade. Die lekkere witlofsalade. Ja, nog een beetje peper. Mag wel een beetje pit hebben. Nou, nu ga ik de walnoot ook ruiken. Dat helpt ook altijd goed om je te herinneren. Kijk. Yoghurtdressing is al klaar. Die zet ik hier. Yoghurt zet ik even in de koelkast. Kunnen we weer voor een andere keer gebruiken. De walnootjes. Ja, kijk eens, die krijgen een mooie kleur. Sterker nog, ze zijn klaar. Ik haal ze er snel uit. Hop.
Ik heb ook het liefst dat je ze er meteen uithaalt. Niet de pan uitzet, want dan garen ze altijd nog wel een beetje door. Dan kunnen ze nog wel wat zwarter worden. Dat wil ik niet. Zelfde pan waar ik de walnoten in heb gemaakt, ga ik ook de kippendij bakken. Ik ben een enorm fan van kippendij, want het is altijd lekker mals. Er zit iets meer vet aan, waardoor het lekker mals wordt. Het is al gesneden in blokjes. Doe ik een beetje olijfolie in de pan. Hop. En dan ga ik ze lekker bruin bakken. Oh, dat gaat hard. Hoeft niet zo hard te gaan. Vuurtje wat lager. Oh, lekker rustig. Bruin laten bakken. En gaar. Belangrijk bij kip. Als je twijfelt, altijd even opensnijden. Als het wit van binnen is, dan is het gaar. Dat laat ik eens even lekker sudderen aan deze kant. Beetje zout en peper erop. Hop. Heel goed. Ook weer schuin oog naar de kip blijven kijken. Kan ik ondertussen verder met de sinaasappel. Lekker een beetje een frisse dressing gaan we bij de witlof maken. En witlof, daar moet ik altijd ook weer aan thuis. Ik moet vaak aan thuis denken. Maar dat maakte mijn moeder vroeger vaak, witlofsalade. Met appel, rozijntjes en walnoten. Echt een klassieke salade vind ik dat. Die ga ik gebruiken. Ik ga de partjes gebruiken van de sinaasappel en het sap. Want van het sap ga ik een dressing maken. En ik vind sinaasappeldressing vind ik zo chic klinken. Ik laat je zien hoe makkelijk het is. Met een mesje schil ik de sinaasappel. Zoals ze ook vaak in een chic restaurant doen. Oh, ik doe even het kontje eraf, dan blijft het iets beter staan. Ik schil het op deze manier, dan neem je vaak meteen ook het wit mee. En dat witte is vaak een beetje bitter. Dus dat willen we niet. We willen echt puur alleen het vruchtvlees. Dus die witte vliesjes neem je meteen mee. Twee bakjes. Ik zal je laten zien waarom. Houd de sinaasappel in je hand. Dan snijd je er een partje uit. Die laat je vallen. Dus je snijdt eigenlijk om het vliesje heen. En dan heb je dus partjes helemaal perfect zonder vliesje, velletje. Zacht, zoet. Lekker joh. Chique salade hoor. Dinsdag. Oh. En ik ben dus ontzettend team fruit in mijn eten. Er zijn mensen die daar helemaal niet van houden. Ik zou dus ook een pizza Hawaii bestellen. Ik geloof dat veel Italianen mij dan heel hard uitlachen. Maar ik vind het lekker hoor, fruit. Pruimen bij kip. Appel of sinaasappel door je salade. Knijp het een klein beetje uit, want er zit zulke lekkere sap in. En daar gaan we straks ook de dressing van maken. Moeten ze dus even de kip een schwung geven. Ik zie al meteen, omdat het dijkjes zijn, het ziet er gewoon mals, lekker mals uit. Even omdraaien. Zo. Hebben we er nog één. Ik wil natuurlijk dat lekkere sap. Giet ik eventjes hier in dit bakje. Voor de dressing. Partjes, die zet ik hier. Dan was ik even mijn handen. Over zoet gesproken. Ik zag hier links mijn guilty pleasure staan. Wat je ook echt in deze salade heel goed past. Namelijk mandarijntjes uit blik. Oh joh, op persik uit blik, op siroop. Ik vind het allemaal zo ontzettend lekker. En die mandarijntjes, die doe ik heel soms wel eens in de salade. Maar waar ik vooral aan moet denken is bij griesmeelpudding. Heerlijk. Mijn oma maakt vaak griesmeelpudding.
En dan doet ze deze mandarijntjes uit blik bij. En die zijn zo verdomd lekker. Wil ik je toch even laten zien. Het handig van je voorraadkast. Kun je zo lekker salade mee opvullen. Kip. Lekker aan het bakken. De krieltjes zijn denk ik wel klaar. Prik ik even in met een vork. Beetgaar. Oh ja. Ja, die ga ik afgieten. Yes, daar gaat hij. Ik spoel ze een klein beetje af met koud water. Lauwwarm. Die gaan weer mee terug. Wat ik al zei, hele goede basis om een salade lekker mee op te vullen. Zelfs als pasta of rijst. Kan ook makkelijk in een salade. Kipjes. Bijna klaar. Maak ondertussen de sinaasappeldressing en de lof en de romaine salade. Sinaasappelsap. Klein beetje olijfolie. Zout en peper. Je zult het bijna niet geloven. Ha, maar de sinaasappeldressing is al bijna klaar. Mengen met elkaar. Even proeven. Echt heel makkelijk, hè? Echt zo makkelijk. Oeh, lekker. Fris. Zout, maar een klein beetje olijfolie erbij. Maar die sinaasappel maakt het zo lekker zoet. Nou, die gaat hier ook bij. Dan alleen nog de blaadjes sla losmaken. Loshalen. Pak ik even dat mooie bordje. Het is natuurlijk een recept voor 4 personen, maar ik maak nu even een bordje voor 1 persoon op. Leuk, dan maak ik in de keuken al het bordje op. Dat is echt chic hoor, in plaats van pan op tafel, waar ik ook heel erg van hou. Maar dit is wel leuk. Net even wat extra aandacht. Kontje van de lof eraf. Soms zit er een oud blaadje tussen. Een beetje verlept, die kan je dan afhalen. Ik snij ze niet. Ik maak er, nou, het worden een soort van bootjes. Ben jij dan team rauwe witlof of team warm? Ik ben team rauwe witlof. Ja. Ja, de klassieke is natuurlijk met ham en kaas uit de oven. Ja. Ook echt lekker, maar geef mij maar rauwe. Ja. Op een gegeven moment zijn de lofjes, de blaadjes zo klein, dan kun je natuurlijk ook gewoon hakken. Romaine salade. Wordt ook veel gebruikt voor Caesar salad. Misschien ken je dat wel. Dat is ook een klassieke salade. Mooie, stevig slaablad is het. Die doe ik ertussen. Oh, het wordt echt een goede salade, jongens. En dan doe ik nu de sinaasappeldressing eroverheen. Dan wordt die lekker een beetje doordrenkt. Dat is ook de reden dat ik ook nog een sinaasappeldressing maak. Want die yoghurtdressing is wel heerlijk, maar ik wil dat de blaadjes nog iets meer dressing krijgen. Iets meer smaak. Kip zet ik uit. Die zijn lekker bruin geworden. Kipje. En dan nog de krieltjes. Maar niet voordat ik heb verteld wat we morgen gaan maken. En daar verheug ik me op, want we gaan Turkse pizza maken. Van runder gehakt ga ik lekker mengsel maken met tomatenpuree en ui. Gaat in de oven. Lekkere frisse komkommersalade erbij. En dan is het nog ineens weekend. Gewoon een woensdagavond. Hartstikke lekker. De krieltjes gaan erbij. Lekker lauwwarm. Nou, we zitten wel redelijk in een restaurant hoor. Dit. Ah. Toefje yoghurt. Hier een toefje, daar een toefje. Je kunt altijd nog een beetje op tafel zetten als iemand meer wil. Die zorgvuldig uitgesneden sinaasappel. Heel fris en zoet.
Maar ook ontzettend leuk voor de kleur, vind ik. Nou, we zitten al aan het eind van de zomer, maar we hebben nog een beetje zomer in ons keuken. Heerlijk toch? De walnoten. Klein beetje. Overheen. Kan ook een hele walnoot hoor. Wieslook. Ik vind het leuk om veel salades te laten zien, omdat het zoveel variatie is. En echt er meer is dan sla, tomaat, avocado, mozzarella. Wat heerlijk is, maar er is zoveel meer. Zoals deze. Beetje peper nog. Witlof salade met kip en sinaasappel. Lekker joh. Fris, zo lekker. Die yoghurtdressing, lekker dik erbij. Een beetje een biteje van de walnoot. Lekker gevuld met kip en een kieltje. Top salade. Echt. Voor een dinsdag, maar ook als je eters krijgt in het weekend. Kun je makkelijk serveren. Alsof je in een restaurant zit. Hoop dat je het ook gaat maken. Doei!